Je luistert naar De Mens Achter de Lach, een openhartig gesprek met Urbanus. Goed, ik ben in Tollenbeek, bij de bekendste inwoner denk ik van Tollenbeek, Urbanus, ja. Of zeg ik Urbain? Wat heb je het liefst? Prins Laurent. Ja, mag ik ook zeggen. Ja. Nee, maar je bent begonnen als Urbanus van Anus. Ja. Van waar kwam dat eigenlijk, die van Anus? Ja, dat heeft een reden. Ben van mijn 15e gaan werken. Maar ik denk van mijn 18e ben ik dan naar avondschool Sint-Lucas geweest. Ik wist al van in mijn kinderjaren dat ik mannetjes wou tekenen, striptekenaar. Ik wist dat ik vol met verhaaltjes zat. En ik kon een beetje beter tekenen dan de middelmaat in het lager onderwijs of in het middelbaar. Dan kiest je die richting. Dus ik heb 6 jaar avondschool gevolgd en dat was eigenlijk publiciteitstekenen. Dat was Sint-Lucas in Brussel. Maar ja, wij tekenen daar van alles. Dat waren de verplichte dingen. Hè. Een buske zeep, een fotoapparaat tekenen en dan is er een tentoonstelling. Maar ik had geleerd, vermits het publiciteitstekenen was, ja, dat je moest, als ik iets verzon, dat dat iets moest zijn, dat bleef hangen. En ik had toen goesting om een schiffelgroepje heette dat vroeger. Zo, hè. Zo, je weet, met een banjo en iets, een raspken. Hè. Want wij hadden geen geld. Zo liedjes zingen op het podium, dat was voor mij een drempel van 100 miljoen lichtjaren hoog. Je moest daarvoor muziek kunnen, je moest daarvoor een kostuum hebben, je moest daarvoor geld hebben voor instrument. Maar in ene keer is de switch gekomen. Want ja, de voorbeelden waren Wiltura, Elvis, Frank Sinatra. Dat was allemaal so far away. Maar ineens, ja, met de hippieperiode en in Amerika met dat Woodstock, ineens kwam de folk veel meer op. En dat waaide over naar Vlaanderen, ook naar Holland. En dan waren er ineens de mensen like Jan de Wilde en Willem Vermanderen. En ineens was dat veel simpeler om op het podium te staan. Je kon gaan met je gitaar en met je vloeren broeken en het bulken. Dat was eigenlijk anti-glitter, hè, wat die gasten deden. En ja, en die zongen ook over andere dingen. Zo Frank Sinatra, Tura, nu nog altijd Clouseau. Dat is altijd, ik hou van jou, ik blijf je trouw. Yeah. En dan komt er iemand like Jan de Wilde, die zingt over de zieke hond, een slechte kasseibaan, een meisje in een rolstoel. En dat was zo plat in mijn wereld. Hè. En ja, dus Jan de Wilde is bij mij de trigger geweest. En dan heb ik ook een gitarke gekocht en beginnen liedjes maken. Ja, gelijk De Wereld is om zeepje, Sipke van Molenbeek. Dat zijn niet direct love songs, hè. En, maar ja, alleen op het podium kruipen, dat durfde ik nog niet. Dus ik had een paar vrienden van de avondschool, een kozze van mij, ook nog een achterkozijn van de leraar van school. Zo hadden we een groepje. En ik wou, ja, dat groepje moet een naam hebben. Maar ik dacht zo, geef de mensen 50 namen. En een maand later vraagde, kun je daarvan nog geen onthouden? En dan moet dat een onze zijn. En vandaar kwam het woord, de naam Anus. Dat was de naam van ons groepje. Dat was zo net iets te chockerend, maar ook grappig. En dan heb ik toch een maand of 6, 7 met die gasten opgetreden. Ik maakte de liedjes en zij speelden mee. Maar ja, wij waren allemaal gigantische amateurs, geen ene die ook maar scholing gevolgd had. Dus als ik met mijn gitaar plung deed een bassist pong en een drummer pok. Dus dan konden er we hadden ook wel een aantal constant vernederingen achter de rug. De leraar deed echt zijn best, die maakte zelfs instrumenten voor ons. Hè. Dat was een straffe P. En maar ja, eerst speelden wij op een jaarmarkt, op een boerenkar, stonden wij daar zo met Filemon, de Mokken, een echt leefkind. Dat is allemaal van het eerste LP. Hè. Maar de leraar had dat geregeld. Ik ken iemand van de Brusselse Beurschouwburg, hè, dat theater daar. Toen was dat toch wel gekend. Dat was, denk ik, bekender als de AB. Het was meer daar te doen. En
ik kan zorgen dat jij daar kunt spelen. Wauw, we spelen in Brussel. Ja. Het grote Brussel. Ja, het is in de namiddag. En het moet als verrassing zijn. Ze mogen niet weten dat jij komt. Ja, wij daar langs achter binnen. Dat gordijn was nog toe. We stellen ons op. Maar ja, die een bas, dat was eigenlijk een groskes van een fanfare. En de leraar had daar een steel op gezet. En ons snaren, dat waren eigenlijk remkabels van een velo. Dus vrije just was dat niet te doen. En ons drumstel, dat hadden we niet. Wij maakten daar alles zelf. Hè. Dat was dus met latex hadden wij zo een blote vrouw gemaakt. En om je gitaar te stemmen had je zo'n stemfluitje. Andere dingen waren er niet. En dat hadden we doorgezaagd. En die dingetjes dan verdeeld over die poppen. Eén in die tiet, één in de andere tiet, één in de buik. En als ik piet, 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 piet. Dat was ons drumstel. En ja, zijn we klaar? Oké. Okay. Veel volk hoorden we niet in de zaal, maar we mochten echt niet kijken, niks. We hoorden daar wel wat geroezemoes en gebabbel. En dan ging dat gordijn open. En was er zo'n lange tafel. En de mensen van de cultuurraad die waren daar aan het vergaderen voor wat dat ze allemaal nog in Brussel gingen doen. En wij beginnen daar. Die kijken zo even om. Ja, het volgende punt op de agenda, dat gordijn ging voor ons neus weer dicht. Het was voorbij. Ja, dan zijn we ook een keer gaan spelen. De jongen die op die bas moest spelen, die werkte bij Eternit. En ergens de dochter van een van de bazen trouwde. Oh, jij speelt in een orkest. Ja, iedereen dacht altijd dat dat een orkest was, zoals Willy Sommers of Filturen. Kunnen niet komen spelen? Wel, wij pakten alles aan. Hè. Wij zitten er op die trouwfeest. Eerst goed eten, dan dat podium op. En wij beginnen, die gepensioneerde stond daar klaar om te beginnen dansen. Maar kun je er niet op dansen? Op die stond daar wat te daggeren op elkaars voeten te stappen. Na het derde leken had daar je toch teken gedaan aan de dishockey. En die begon in het midden van mijn nummer, begon die een ander nummer te spelen. Jee! Kon er weer afdruipen. Dus zo is die een anus ontstaan. En dan ben ik alleen begonnen, hè. Ben ik alleen beginnen spelen onder de naam Urbanus van Anus. Dat klonk goed. En ja, na een paar jaar was ik dan in Nederland begonnen. En via Jean Blouten was Dr. Andus P. bij mij komen kijken. In de Kleine Comedie in Amsterdam. En terwijl ik hier bij de Numo en zo, ja, die Urbane, dat is zo platte Brabantse paardendrollen, een eendagsvlieg, dat soort gedoe. Dus, dat is wel veranderd intussen, hè? Die mening. Ja. Maar ja, die dokter in SP was naar mij komen kijken en hij kwam daarna bij mij en zei, goh, ik heb mij enorm geamuseerd. Dat hebben wij niet meer in Nederland. Ze gewoon lachen, gieren, brullen. Bij ons moet het altijd politiek geëngageerd zijn. Hè. Als het niet over de Tweede Kamer gaat, dan kunnen die scoren. En zei, jij zet nog altijd boppen aan het maken over konijnen en pasteurs en toestand. Nee, maar hij zei, als ik u een raad mag geven, laat die van Anus eraf. Dat kan zijn dat dat in België passeert, maar hier bij ons gaat je 100% zeker de verkeerde mensen aantrekken. Jij past echt in het cabaret. Je hebt een eigen stijl van cabaret. Of kleinkunst, maar in Holland was het meer of conferencier, noemen ze dat. Maar met die anus riskeren dat je zo hooligans en carnavalidioten gaat aantrekken. En ik heb dat dan gedaan. Bij alles wat ik zelf onder controle had, dus de nieuwe platen, de affichen. Maar dan, als ik dat terug naar België kwam, als die show daar afgelopen was, moest ik hier in België weer met een nieuwe beginnen. Ja, die schreef dat daar met stift bij, van anus. Maar ja, uiteindelijk heb ik het toch alleen als Urbanus kunnen doen. Maar ja, in Holland was dat ook vaak Toon, omdat ze wisten dat dat alleen maar Toon Hermans kon zijn. Dus op de lange duur wordt dat vanzelfsprekend. Maar daar komt die een anus vandaan, dus het is niet zomaar dat dat daar voor niks achter ging. Ja, maar wat mij opvalt is dat niet van in het begin, om het zo te zeggen, de idee er was om komiek te zijn of eerder muzikant. Nee. Ja. Ik wist wel dat ik een beetje komische gaven had. Dat kwam omdat we in school spreekbeurten moesten doen. Hè.
En een voorbeeld, we waren met school een kleine schoolreis gedaan. Daar is naar de Citadel van Namen. En dan moesten we daar een spreekbeurt over maken. En de andere kinderen, ja, die hielden zich heel erg bezig met de feiten. Om dat uur stopten we daar en ja, dan hebben we dat daar gegeten en hebben we dat gezien. En bij mij zat dat daar ook in, maar dat zat helemaal doorspekt met onnozelheden die echt gebeurd waren, maar waar niemand aandacht aan besteedde. Dus we hebben daar in die bus, ik weet niet hard, zitten lachen, omdat er altijd een dikke vlieg op die chauffeur zijn oor kwam zitten. En iedere keer als die zo ging, die bus zo... Ja, dat heb ik al rijkelijk beschreven en die lagen daar te lachen op school en ik kreeg daar ook goede punten voor. Dus de belangrijkste feiten zaten ook wel in mijn spreekbeurt, maar het zat vol met onnozelheden. En de leraar gaf mij daar goede punten voor. En ja, ze moesten tekeningsjes maken. Dan was het ook vaak een tekeningsje van mij dat op de muur geplakt werd. Ja, dat is dezelfde gave. Een beetje beter kunnen tekenen. Er zijn veel tekenaars die 100.000 keer beter tekenen dan ik. Maar ik kan mijn plan trekken. Ja, dat is gewoon iets scherper kunnen waarnemen en iets scherper kunnen weergeven wat je gezien hebt. Je hoort dat vaak als er iets gebeurd is. Ja, er zijn geen woorden voor, hè, meneer. Dat kan best zijn als Jan de Wilde of Chris de Bruin of ik of Kamma, als wij dat gezien hebben, dat wij daar wel woorden voor hebben om dat uit te leggen. Dus ja, dat is iets dat je cadeau krijgt, hè, als je op de wereld komt. Ik heb hier daar nooit voor gestudeerd. Maar inderdaad, de kleinkunst, dat was chef van Uitsel, Jan de Wilde. Maar die vertelde toch altijd zo, dat waren geen dijkletsers, maar toch altijd een klein grapje ertussen. Ja. Terwijl bij Tura en allee, de charmezanger, daar was dat nooit. Hè, dat moest dan altijd... maar er zat altijd een klein grapje bij. En ik deed dat dan ook. Maar bij mij kwamen er altijd maar meer en meer grapjes. Maar dat was om mezelf te redden. Dat was uit doodsangst om niet te moeten beginnen spelen. Of dat ik ze weer vergeten was. En nog één. Maar ja, ik ben naast ons huis. Ik woon erin. Ik ben niet van hier. Ik ben van Sint-Gertrudis Spede. Dat is een gehucht van Schepdaal. Ik ben van veel dichter bij Brussel. En mijn pas en broer die had een café. Het café van onkel Maurice, waar ik het vaak over heb. En dat was eigenlijk toch wel ook een dorpshumorist. Alles bij ons werd altijd ingepakt in onnozelheden. En dat was eigenlijk vooral om echte emoties niet te moeten tonen. Wij waren zo bedeesd, gegeneerd. En dat alles met een grap kunnen verwerken. Hè. En dus meer en meer begon ik te voelen dat ik met die grapjes, ook al tijdens Anus, begon ik dat te voelen dat ik met die grapjes ertussen... En wat relativeren zo, dat ik daar meer vat mee op publiek had. Ondertussen stond die man achter mij er allemaal meer en meer te schilderen. En vaak, juist als de pointe kwam, smeet er daar een rode zakdoek met bolletjes van de ene kant naar de andere, ja, waardoor dat volk afgeleid was. Of een rol wc-papier. En dan ben ik daar zo stil aan een specialiteit beginnen van maken. Er is een moment gekomen waarop je zei van, oké, ik wil nu komiek zijn, verteller. Mijn basis was altijd wel liedjes, maar de bindteksten werden op de lange duur belangrijker dan de liedjes. En die groeiden altijd tijdens de optredens. En aan een tijd smeet ik dat liedje eruit en werd een bindtekst eigenlijk een sketch op zich. Maar ik heb een paar keer geluk gehad ook. Ik heb dat zo'n aantal jaren gedaan. En maar als ik zo op tournee was in Holland, zo de jaren 80, maar jongens, ik had verschrikkelijk veel optredens. En ja, de liedjes, dat was het vermoeiendste. Dus meer en meer smeet ik liedjes eruit. En als ik al een keer een lap vergat, dan breidde ik dat daar wat verder weer in. Ja, als komiek die alles zelf schrijft, het publiek weet niet wat ik normaal had moeten vertellen. Hè. Maar ik dus me vergist en me vergeet. Allee, als je met een liedje een totaal verkeerd akkoord pakt, dan horen ze het wel, hè, dat je erdoor zit. Maar als je een verhaal aan het vertellen zit en je hebt een lap vergeten, dan foefelde dat er weer in. Maar ja, dat kwam meer en meer. En het is eigenlijk, omdat ik heb twee shows gedaan, Ipi Prahu en Plastic Saxke.
waar ik eigenlijk niet zoveel nummers meer in speelde. Ik was dat wat beu, omdat ik me daar zo moest op concentreren. En ik zei, ja, de mensen vinden dat eigenlijk plezant. Maar juist op dat moment kwam die hype van die stand-up comedy overgewaaid uit Engeland en Amerika. En alle de nieuwe generatie, Gunter Lamboot en al die, Xander de Rijke en, zo, en Alex Agnew. Ja, die, ik was al bezig voor die mannen en ik was dan zo bij het voorbeeld. Ze zeggen dat, tegen mij dat ik zo de godvader van de comedy ben. Ja, dat maar, is wel zo toch? Ja, maar niet van stand-up comedy. Hè. Ik zeg altijd, ik ben een kleinkunstenaar met te weinig liekjes. En daarmee lijk ik een stand-up comedian. Maar ja, het zat er super dichtbij. En, maar ja, ik heb daar geluk mee gehad. Juist op het moment dat ik besloot, goh, ik ga wat minder liedjes dan zingen, dat kost me te veel fysieke kracht. Juist op dat moment kwam die een hype af. Maar ik had het daar niet op afgestemd. Hè. Het was gewoon om, maar, ik ga gewoon bindteksten. Ja, nu zijn dat sketchen. En ja, ben ik er nu nog mee bezig. Hè. Maar was je, kunnen we dat zeggen, de eerste echte komiek van Vlaanderen, inderdaad, de godvader, de grondlegger, ja, nee, noem maar nee, op. Absoluut niet, absoluut niet. Iedereen heeft zijn beurt. Hè. Toen ik begon, toen was Gaston en Leo, ja. Stond die echt op nummer één. Er waren in mijn jonge tijd zo nog wat andere komieken. Theo van den Bossen, die met zijn lange plastron, zo. Ja, dat is voor u een tijd. Ja. Er waren er zo een paar. Ook zo de woodpeckers. Kassiers. Ja, de kassiers. Ja. Die hadden tv, dat was ja toen de nieuwe uitvinding. Dat waren zo de gevestigde waarden. En ik kwam daar dan bij, ja. En ja, ik heb dat altijd afgeweerd. Iedere keer als ze zeiden, Urbanus, de grootste dieden, ik heb dat altijd gezegd, nee, zolang dat Gaston Bergman bestaat, ben ik maar de tweede. En ja, nu zijn ze alle twee al dood. Dus nu ben je nummer één. Pff, ik weet het niet. Als je dat nu bekijkt, in Nederland denk ik dat Goebbels mij al lang voorbijgestoken heeft. Allee, het is te zeggen, Goebbels doet nu in Nederland wat ik in de jaren 80, 90 deed. Je moet dat niet onderschatten. Hè. Als je in Nederland als Vlaming doorbreekt, dat is een vervijfvoudiging van je territorium. Want wij spreken altijd over België, maar dat is maar een helft. Ja. Dat is maar een helft. En in die tijd waren er zo nog geen theaters en culturele centra, als ik zo begon. Als ik naar Nederland ging, ja, die stonden 20 jaar voor op ons, die allemaal prachtige theaters. Maar als ik daar naar een stad ging, Haarlem, Enschede, Groningen, allez, Rotterdam. Dat was zo niet even in een zaalje. Hè. Dat waren allemaal bakken van 800-900, waar ik 5 dagen naar elkaar stond. Ja. Dat zijn grote steden. En als daar een grote groep is die je wilt zien, ja, die kunnen daar in één keer niet in. En toen was dat toch nog niet om zo in een voetbalstadion of zo te gaan spelen. Daar hadden ze schrik van. Maar toch een grote schouwburg, inderdaad. Maar groter dan bij ons. Ja, zeker ja, toen. Ja, dat was straf. En ik zat echt in dat circuit van Freek de Jonge en Herman van Veen en al die gasten. Hè. Dus daarmee dat ik die heel goed leerde kennen. Je kent die goed, iemand als Freek de Jonge? Iemand als, ja, als goed, Joop van Teck, ook van die generatie? Joop van Teck ben ik een paar keer tegengekomen, maar ik heb meer een band met Freek de Jonge. Niet dat wij, ook met Kees van Kooten. Ja. Want het is eigenlijk dankzij Kees van Kooten dat ik in België eigenlijk voor de eerste keer geapprecieerd geweest ben. Ik zat zo in een laagje. Wat in Urbano, dat is maar plat. Ik zei, ja, dat zeiden ze van de aarde ook. Dat was mijn uitvlucht. Maar Kees van Kooten was in Carré naar mij komen kijken. En hij had daarna, die had een column in de Numo vroeger. En die had een fantastische, toffe column geschreven over mij. Een week later mocht ik op de cover al gaan staan als Kees van Kooten. Zo snel kan het gaan. Ja, zo snel kan het gaan. Maar ja, ja, dat was... Dat was hard werken, ja, neem ik aan. Ik had daar 2 keer... Als ik een show maakte, deed ik daar altijd 3 jaar mee. 1 jaar Vlaanderen en 2 jaar Nederland. Ja, wij zitten hier op een halve zakdoek rond te crossen. Het is daarmee. Die ten namen aanvallen, hè. Kees van Kooten, Freek de Jonge. Je kent hen en je kent hen goed. En waarschijnlijk zijn daar ook
geweldige dingen gebeurd? Of zijn er leuke verhalen te vertellen? Ja, ja, ja. En ik heb ook André van Duin. Daar is een groot wederzijds respect. Want zo... Allee, ik ken wel een aantal stand-up comedians, maar ik volg het eigenlijk niet echt op de voet. Maar André van Duin, die moet er geen fluit van hebben. Hè. Een waardeloze gommel. Voor hem moet het ja, de humor van de oude stempel zijn. Was ik al, het is jaren geleden, het was er een dubbel interview tussen André en ik. En een van de vragen van die journalist was... Ja, jullie zijn niet meer van de jongste. Hoe lang denken jullie nog door te gaan? En ik zo direct... Ja, als André morgen een beroerte krijgt, die is een smoelstel die al wat scheef. Die kan gewoon blijven verder optreden. Nou, dan stop ik wel, hoor. Ja, als ik ga dingen... dat je in Holland meemaakt, dat je niet rap gaat zien gebeuren. Carré, eigenlijk kan iedereen in Carré staan. Allemaal kan die zaal huren en trekt je plan dat je ze vol krijgt. Maar dat was een peperdure zaal, maar als het stampen vol zit, dan houd je daar iets aan over. Maar allemaal die Hollandse cabaretiers, conferenciers, Paul van Vliet, Seth Gaikema, dingen, die stond daar allemaal 3-4 weken. Dus je geraakte daar eigenlijk bijna niet tussen, in. En... maar ja, elke avond, als dat vol zit, dan verdiende daar toen wel een pak geld aan. Hè. En ja, ik wou 2 dagen in Carré spelen voor de opname van mijn plaat of van een tv-show. Ja, dat gaf dan toch wel meer etiket hier in Vlaanderen. Hè. En maar ik raak er niet in. En dan heeft Freek de Jonge gezegd, die stond daar 3 weken. Nou, Urbanus mag 2 dagen van mij hebben. Ja, maar die derfde daar nogal een hoop inkomsten mee. Hè. En ik kreeg die 2 dagen van hem. En het is toch niet kunnen doorgaan. Ik pijs dat daar... Freek heeft in Nederland ook de stempel dat hem een rechtse zak geworden is. Ik denk dat daar begonnen is. niet door mij, hè, maar door de theatermensen die alles moeten herzetten en zo. Hè. Nu was het wel zo dat Freek, het Carré, dat is eigenlijk een arena. Freek speelde in het midden met volk in een cirkel. Maar voor mij ging dat niet. De mensen die op mijn rug stonden te kijken, de nels van mijn trucken waren verraden. Dus dan moest ik weer op het podium en de stoelen weer in de zaal. En Freek zei dat, het is oké. En weet je waarom dat niet ging? Het personeel van de zaal, die hadden geen zin om dat allemaal te verzetten. En Freek die is er uit zijn sloffen geschoten. Hij zei, godverdomme, jullie zijn elke dag betaald om achter elke artiest alles af te breken en terug op te bouwen. En nu hebben jullie het geluk dat er hier zoveel artiesten zijn die hier weken staan. Jullie zijn elke dag betaald om niks te doen. En nu vraag ik om 1 keer tijdens mijn tour hier de zaal terug te zetten. En die wilde dat niet doen. En hij zei, ben de luie klootzakken. Het was hier een leuk ding. Dat was in Holland. Dat deed een wisseltrofee. Dat was ook al voor mijn tijd. Cabaretiers en dingen. Dat was een wisseltrofee die ze aan elkaar uitreikten. Ieder jaar gaf een artiest dat door aan een ander artiest. Dat was iets heel schoon. En dat heette Veer in de Reet. Dat was gewoon een bloot gat met een pluim in. Dat was de award. En zie je, een paar jaar geleden... Brigitte Kaandorp wou dat weer uit het slop halen, want dat lag al een jaar of 10, 12 stil. Ze deden dat niet meer. En de laatste die dat gewonnen had, was Paul van Vliet. En die had hier nog zo'n statige reizen. Ja, ja, ja. En omdat dat daar kantje boordje geweest was met Joep van het Hek, hè, die heeft daar zo'n paar dingen aan zijn hart gehad. Die heeft zo'n bypass gehad. En hij was toen... Allee, ze gingen die een award aan... officieel aan Joep van het Hek geven. En Brigitte had dat weer georganiseerd. Ze had mij uitgenodigd. Elze Schepper was er ook en dingen, weet je, met zijn gedraaide snor. Die Bert Kruismans. Ja, Bert Kruismans. Andere Belgen heb ik dat niet gezien. Maar er waren er gelukkig een stuk of 150 Hollandse stand-uppers. Ook allemaal. En ik kwam gelijk binnen, want het was in Rotterdam. Hè. Ik kwam gelijk binnen met Freek. En hij zei, het is helemaal aan de kloten. Maar wie zijn die jongens? Dat moet allemaal uit dezelfde ruif eten. Vroeger waren we 7, met jou erbij als vreemde eend. Maar wie zijn die jongens? En wat blijkbaar...
Joep en Freek die zaten elkaar regelmatig af te kafferen in hun columns. Ik heb het allemaal niet zo gevolgd. Hè. En ja, ik denk dat Freek is gelijk ik. Vroeger waren we allemaal links, links. Ja, maar de media was toen links, maar het gezag was rechts. En hoe meer dat je tegen rechts schotte, hoe groter, hoe meer werd hun vriend. Hè. Dus wij zaten er allemaal in. Hè. Maar dan zal Freek ook zo'n aantal loesje dingetjes ontdekt hebben. En die zal ja, dan... Oei, het is links, daar ga ik niks over zeggen. Nee, niks. Toch ook opkappen. Hè. En als ik hier een beetje durf lachen bij links, ja, dan heb je ook zo rap een naken kruis op je kop. Hè. En allee, ik denk dat Joep van Teck nog altijd... redelijk een links was. Is en, ja, en die zaten zo regelmatig elkaar af te kafferen. Maar nu ja, Joep van Teck ging dus die een trofee krijgen. En Freek, ik heb ook iets op het podium moeten gaan zeggen. Freek begon zo. En iedereen wist, oei, wat gaat dat hier zijn? Wat gaat dat hier zijn? Die kunnen elkaar niet uitstaan. En de Freek zo, nou Joep... Uit de grond van mijn hart, hè, omdat hem zo ziek was geweest, hij zat daar als een bliksem. Uit de grond van mijn hart wordt snel beter. En allemaal die stonden zo recht. Dat is ziek. Jullie begrijpen het niet. Ik bedoel als cabaretier. Zijn gezondheid kan me gestolen worden. Maar Joep kon er heel goed mee lachen, omdat een grap... Als hij supersterk is, dan maakt dat niet uit dat hij kwetsend of racistisch is. Als ze supergoed is, dan passeert dat. En ja, ik vond dat machtig. De grote doorbraak voor Urbanus, was dat op televisie komen in Vlaanderen? Of was dat eigenlijk Nederland? Nee, ik ben pas in Nederland doorgebroken als ik hier in België... Hè. Maar toen was er toch nog een enorme uitwisseling. Hè. Het is door de komst van VTM is die uitwisseling in één keer stilgevallen, want ineens hadden we onze eigen showprogramma's en quizjes en toestand. De VRT was meer toch het tv met het vingertje. Maar ja, inderdaad, de Hollanders leerden mij kennen omdat ik op de BRT regelmatig iets op tv deed. Allemaal die filmpjes na het nieuws en langere shows dat ik deed. Dus veel Hollanders hadden dat wel gezien. Hè. Toen werd er nog veel naar de BRT gekeken. Hè. Ik wist dat ik hier al een jaar of 4, 5 bezig was voordat ik de stap naar Holland gezet heb. Maar ik vond het altijd goed dat ik met een show hier kon beginnen. Ja, de mensen lachen, maar ondertussen ben ik die show altijd maar aan het verbeteren en scherper maken en nieuwe grappen. En die stond altijd super op punt tegen dat ik dan mee naar Holland ging. En dat kon ik inderdaad direct goed concurreren met al het ander. Is het een ander publiek? Ja, ik weet niet hoe dat daar... Ja, het is toch een meer theaterpubliek. Zo, hè. Als het zo... Het zijn niet zo Charlken en Dingsken, kom, we gaan een keer gaan zien, die anders nooit naar theater gingen, die kwamen ook naar mij kijken. Hè. Plots ben je gestopt met optreden? Plots niet, maar in 2000 ben ik gestopt. Maar ik was toen al de derde of de vierde tour. En ja, je hebt het dan eigenlijk allemaal al een beetje... Ja, kun je andere grappen maken, andere liedjes en dan weer datzelfde. Ben je het dan beu? Is dat een soort modern woord, burn-out? Burn-out niet, maar een beetje leeg. Hè. En ik had toen 3 jonge kinderen. Ik wou die een beetje zien opgroeien. Want als je zoveel werkt, ja, dat zal overal een beetje zijn. Hè. Heeft je kindje 40 graden koorts, moet jij juist naar het verste. Ik ben direct terug, dat lukte nooit. Ik moest bijna altijd weg als er iets te doen was. En... Ik was wel leeg in mijn hoofd. Ik zag het niet direct zitten om een nieuwe show te verzinnen. Maar ik wou naast een Urbanus-trip, die altijd parallel meegelopen heeft... ik was al 10 jaar bezig als de Urbanus-trip begonnen is. Dan heb ik de Geverniste Verneplingsjes opgestart. En dan nog 2 kinderstrips, Plankgas, Plastronneke, Melk en Mol. Daar blijft nu allemaal niks meer van over. De stripjes zijn in totaliteit gedecimeerd. Hè. Maar Urbanus, toch? Verkoopt dat niet meer goed? Ja, we zitten nog bij de 5 beste. Zo. In ons gloriejaren verkochten wij er zo'n 50.000 per nieuw nummer. Maar in een backcatalogus, dat blijft dan wel...
Ik denk dat nummer 1, dat die al aan 200 zit, maar allee, daarachter, omdat dat, dat is altijd een, hoe zeg je dat, een episch boekje dat moeten ze hebben. Maar ik denk dat we nu aan 223 zitten. Maar ook Kiekeboe en Suske en Wiske, dat is allemaal gigantisch gezakt. Ja, de jeugd van tegenwoordig die heeft andere dingetjes om zich mee te amuseren. Hè. Maar het is wel eigenlijk een gigantisch succes geweest, die strips. En nog, is, ik ken kinderen van 7, 8, 9 jaar die dat heel graag lezen. Ja, die zijn daar... Allee, ja, ik heb daar Willy Lindhout, dat was een fantastische compagnon. Hij was eigenlijk een plaatsslager. Ik had 6 jaar avondschool tekenen gedaan. Dus in het begin was ik technisch meer begaafd om te tekenen dan hij. Maar... ik had meteen, hij was hier bij mij thuisgekomen met een paar pagina's. En het was gewoon het personage, gelijk dat ik op het podium stond en op mijn filmpjes op tv. Hè. Ik speelde toch altijd zo'n beetje een klein... Ik zie het daar staan op de kast, de grote rode broek, het petje. Die had ik toen nog niet aan, maar op mijn plaat is er toevallig een Urbanus in de zaal die ik gemaakt. Al die mannetjes, ja. Staat er echt zo, een klein Urbanusje met een boekentasje op tegen mijn hielen te pissen van achter. Maar ik had meteen door dat Willy ten eerste was dan een stripfanaat. Die kende dus de markt goed, die kende alles goed, wat dat praktische dingen. Maar hij had wel veel inspiratie om verhalen te maken. En dat is enorm plezant, dan kun je pingpongen. Ik kan ik alleen ook iets uitvinden, maar als ik er met twee zit, dan vind je 10 keer meer uit. Hè. Iemand die een beetje kan tekenen door te oefenen, kun je beter leren tekenen. Maar iemand die totaal geen ideeën heeft of fantasie, die kan niet leren fantasie krijgen. Nee. Dus dat is de ideale combinatie. Ja, het was goed, want omdat ik ook begonnen was als een volledige autodidact, had ik daar geen problemen. Ik zocht dat eigenlijk... Bijna eerder op, als ik zo filmpjes maakte voor de VRT, was dat met Jean Blout of met Jan de Smet of met onkel Maurice of kameraden. Maar dat was gewoon, daar voelde ik me op mijn gemak bij. Dan was dat geen probleem als ik mij vergiste of zo, dat was onder vrienden. Maar er is een keer een officiële klacht bij de VRT toen gekomen, na x aantal jaar dat ik daar altijd maar dingetjes deed, van Herman Teerling Instituut, of toch van een van die dingen. Zeg, wij leveren hier ieder jaar professionele acteurs af die dingen. En jij dan zit jullie tv er altijd maar te vullen met een Urbanus en zijn kameraden en zijn familie. Maar dat was... Ja, ik denk dat ik in die tijd een beetje zou dichtklappen. Moest ik toen met Herbert Vlak of een Aandenboom of Han Petersen dat moeten doen... Ja, ik kom ik uit een jeugd van zeer bedeesde en toestand. Durfde ik bijna niet uitgaan. Mijn moeder heeft zelfs mijn vrienden gezegd, komt hier een keer alles trok. Straks wordt dat hier nog een homo. Die gaan worden. De film Hector was eigenlijk voor mij... Ja, want je noemt Aandenboom, Petersen, ja. Herbert Vlak, die speelden in Hector en in Coco Flanel, denk ik. Ja, maar dat is via Stijn. Hè. Ja. Stijn zat al langer in dat circuit en hij kende die van in andere films. Maar toch ook eigenlijk fantastisch, hè, dat het mannetje Urbanus dergelijke hits, hè, dergelijke grote films heeft gemaakt. Ja, kijk, ik zal het kijken. Ja, zoiets... Voor mij was het allemaal niet nodig, had dat zo een beetje simpeler geweest. Had ik ook al content geweest, maar... Ja, je kunt daar wat geluk mee hebben. Hè. Ten eerste die naam en dan het genre dat ik bracht. Zo origineel vond ik dat niet, maar blijkbaar was er juist op dat moment... Konden mensen dat gebruiken? Hè. Was er juist... Ik herinner mezelf dat het aanschuiven was, drummen om bij Hector binnen te geraken. Met die twee films, ja, dat was fantastisch. Maar alleen na twee films... Je bent daar jaren mee bezig. Hè. Na die twee films was er ook weer zo'n soort verzadiging. En zowel Stijn als ik... totaal geen ruzie, we zijn nog altijd zeer goede vrienden. Maar zowel Stijn als ik wel een keer iets anders doen. Hij heeft dan zijn een dans gemaakt. Hector en Coco Flanel... Wij vonden dat dat een beetje uit hetzelfde vaatje kwam. De snul van het dorp gaat lopen met het liefje van de macho. Zo. In Hector
is dat tante Ella, de vrouw van Glashil, waar ik een bootje voor had. En in Coco Flanel, ja, is de chique mannequin die achter Bea van der Maat zat en ik met mijn lelijke vest. Ik was er mee weg. Ik zeg, ja, ik ga even stoppen. Maar ja, als je zo een productiehuis die al zo twee monsterhits gemaakt, die willen natuurlijk een derde. Ik zeg, maar ik heb ook geen idee. En ja, ik ga nu naar die derde, compleet geflopte film, De Zevende Hemel. Het voordeel aan een flop is dat die zo rap uit de zaal is dat niemand weet dat je die gemaakt hebt. Maar toen wist je wel van, oké, het is op wat films betreft toen toch? Nee, op dat moment niet. Maar alleen, je kreeg toen zo een scenario, dat was van een Fransman, Jean-Paul Lilienfeld, die uiteindelijk die film geregisseerd heeft. Maar we zijn daar allemaal gigantisch door in de zak geweest, gezet door die gast. Dat scenario was tof. Dat was iets, een totaal andere invalshoek. Maar we hadden een stevige, toffe basis. Maar ja, Erwin Provoost, die dat ging produceren, en ik, wij gingen ervan uit dat we gingen kunnen samenwerken, gelijk met Stijn. Wij hadden allemaal apart ons talenten, maar er was geen hiërarchie. En eigenlijk, bij 99% van alle beslissingen waren wij direct akkoord. Als er een grijze zone was in de montage, hadden we zo'n afspraak. Als de humor is, dan mag Urbain doorknippen. Allee, dan mag Urbain beslissen. Is het productioneel, is het Erwin, en is het technisch en zo, dan mag Stijn dat beslissen. Dus we kwamen supergoed overeen. En ja, maar dan begon dat. Erwin, ik weet niet, dat een fout gemaakt, maar dat kan ook zijn dat dat in het contract stond met Stijn, dat de regisseur Final Cut heeft. Maar Stijn heeft daar nooit of te nemen misbruik of gebruik van gemaakt. We spraken gewoon af als vrienden, we gaan dat zo doen. Nooit heeft er een gezegd, nee, ik ben hier de producer, dat moet zo. Of ik ben Urbanus en ik moet zo. Dat werd besproken en we waren daar meestal direct door. Maar die gast die maakte daar dus letterlijk gebruik van. Ineens dat we begonnen te draaien, maar ja, die investeerders hebben daar hun geld. En ik mocht op geen enkele manier dat spelen, gelijk in Hector of Coco Flanel. Dat was al on va pas faire du slapstick. Die heeft gewoon 100% onze street credibility gebruikt om budget binnen te krijgen. En dan in één keer, ja, maar wat stonden wij daar? Hè? Dat contract was getekend. Ik heb ik zo nog een keer geprobeerd met René Soutendijk, maar als wij nu alle twee weigeren van dat zoete spin, nee, ik durf niet tegen een regisseur, ik ga mijn carrière helemaal vergeten, want die was teruggekomen van Amerika, dat was dan niet ten eigen gelukt. Hè. Na Rutger Auer waren al die Hollanders. En ze dachten, ja, we plakken die aan een film met Urbanus, dan is die weer gelanceerd, maar het was de koele meren des doods. Maar zie, gans die film door. Ik deed af en toe wel een keer een zotte take, hè? Maar ik moest het dan toch al een keer doen, gelijk hij zei. En dan gebruikte hij die takes niet. En maar je zit vast, hè? Als jij zo in één keer zegt, ik doe niet meer mee, en die film gaat niet door, al die investeerders die kunnen zich dan tegen mij richten. Hè? Daar had ik ook geen goesting voor. En je moet jij daardoor. Maar Erwin en ik hebben achteraf, met allemaal die takes die hij niet gebruikte, ook een montage gemaakt. Niet van heel de film, maar toch, allee, ja, toch zo de helft om te tonen. Allee, non, non, ça m'intéresse pas. Maar je hebt niks te zeggen. Maar als de film er dan aankomt, dan was het wel mijn film. Hoe frustrerend dat is. Hè? En ja, ik mag ook die film niet afbreken. Maar het is je eigen film, hè? Maar nee, dat was niet mijn eigen film, ja, dat was een scenario. Niet, uw naam stond erop, dus ja. Kan je moeilijk jezelf gaan eruit halen. Ah wel, ja, mijn naam stond erop, maar ik zag mezelf als een acteur in een film van iemand anders. Ja. Maar zo werd dat natuurlijk niet verkocht. Hè. Ja, ze deden zij dat op dezelfde manier, want ja, dat is zo'n investering, dat willen ze eruit halen. Ja. Mag ik neem aan dat min of meer zo wat de grootste ontgoocheling is in je carrière. Ja, toen was ik het even wel serieus beu van... ja, en dan ook... Als ik dat in een krant uitleg, ik mocht dat niet. Heb je daar papier getekend als acteur dat je mocht de film niet afbreken? Hè? Dat mocht je niet doen, je mocht niks doen dat schadelijk is voor de film. Maar ja, ik prees die dan zo de hemel in dat iedereen door had, hier klopt die niet. Hè? Maar zie, dat is verschrikkelijk. Je hebt niks te zeggen, maar als de film er is, dan zeggen ze dat u een film is. Ja. Ja, dat was wel hard. En dan letten we wel op zo van...
ik ga toch zien dat ik dan meer tegenkom dan een van buitenaf me even gaat zeggen wat ik moet doen. Hè. Dus dat zit er nog altijd in. Als ze zo, we hebben een schitterend idee. Ja, maar wacht, waar zit ik en kan ik weg als het me niet aanstaat? Plots ben je dan wel weer beginnen optreden. Ja. Is dat dan gewoon verslaafd zijn aan het podium, weer nieuwe ideeën hebben, weer goesting? Ja, die ideeën komen, maar als je niet constant hangt, dan komt ook een fysieke vermoeidheid op de lange duur. In 2000 ben ik gestopt. Ik heb extra stripverhalen opgestart. Maar ik ben met Frank van Passel ook een film beginnen schrijven. Hè. Die film van Altijd Tevreden. Dat speelde zich af in de Eerste Wereldoorlog. Het was de bedoeling dat die film uitkwam bij die eerste herdenking. Ja. En, maar als ik zo ver terug had, ja, dat was een verschrikkelijk dure film. En wij wilden er ons ook niet van afmaken. Zo'n beetje een film gelijk Frits en Freddy, die vertrekken in de camper met een slecht notto. Ze gaan zich in Dardenne draaien, ze komen terug en de film is gedaan. Dus wij wouden zo'n beetje Raiders of the Last Ark maken, met veel decor en toestand. Het speelde zich af tijdens die oorlog, maar het verhaal ging niet... Er passeerde daar wel Duitsers en je zag hij zo wel een keer verminkte mensen. Allee, het was een humoristische film, hè. Maar ook ontroering en zo, maar we hebben het budget niet bij je gekregen. Maar dan had ik ineens weer goesting om op te treden, omdat je zei, dan ben ik mijn eigen baas. Hè. En nu stond je weer in de zalen, ja. Met Trekt op Niks. Ja, ja. Als je het uitspreekt, is het uiterlijker dan de titel zelf. Ja, maar dat is een vondstukje. Je zegt het zelf ook, toeren in Holland daarmee. In Holland dus gaat de show Le Knerr Ge Sop. Daar is Le Knerr Ge Sop. Ja. Waar slaat hij op? Wel, deze ja, broers, ja, lijkt nergens op. Oh. Ja. Maar je blijft dus bezig, wat heerlijk is. Ja, ik ben bezig. Ik blijf bezig. En toen ik deze show aan het repeteren was, ik kreeg het moeilijk om dat er van buiten geleerd te krijgen. Maar dan ben ik beginnen magnesium nemen. En dan ineens werkt dat allemaal beter. Is het waar? Ja, magnesium is dat ook. Ja, dat helpt goed. Alleen bij mij toch. En als ik echt iets moet inpompen, want ik heb zo'n leken in de show, ordinaire spam eten. Maar dat is gewoon een stuk of bijna 100 woordjes zonder enig verband achter elkaar zeggen. Maar ja, als ik op de fiets spring, als je gaat fietsen en je probeert dan iets van buiten te leggen, dat gaat veel gemakkelijker, omdat je waarschijnlijk meer bloeddoorstroming in je hersens hebt. En daarmee probeer ik dat met publiek nog eens te verbluffen. Hè. Eerst 20 moppen over ouder worden en niks kunnen onthouden. Also, de show begint zo. Hè. Ja, een jaar of twee geleden dacht ik, ga daarmee stoppen. Dat geheugen werkt niet meer. Moet je nu wel weten, ben dat vergeten dat ik gestopt was. Nu sta ik hier met een nieuwe show. Wat voor... Hoe werk jij? Is dat met try-outs? Zoals nee, de klassieke komiek? Nee, hè? Ik doe 2 try-outs en dan ben ik vertrokken. Ik maak bijna heel die show aan mijn computer. Ik voel, ik weet dat, waar ze gaan me lachen. En, maar ja, eerst vinden niet al uw materiaal. Hè. Ik heb een associatief geheugen. En een keer dat je zo op een thema begint te branden, dan begin je erover al lichtjes te branden van iets dat ik 10, 20, 30 jaar geleden gelezen heb of gehoord. En dat komt weer boven. De Guy Mortier heeft dat ook volgens mij. Dat je ineens aan iets denkt. En dat is plezant. En als je kunt pingpongen met iemand, dan komen allemaal beginnen al die lichtjes te branden. En dan maak ik een show. Maar ik zeg altijd, als ik de mensen een hele avond kan laten lachen met mijn gesukkel, dan hebben ze waar voor hun geld. Hè. Als ik uit uw rol valt. Maar nu, ja, na een stuk of 20, 30 optredens, staat hij wel een stuk scherper. Want mensen die dus na een maand of 5, 6 nog eens komen kijken, die zeggen, amai, dat gaat meer vooruit. En nooit gedacht aan try-outs, want dat is zo wat de heilige graal. Ja, nu, dat is het middel tot... Nee, want dan zijn ze overal geweest. Ja, ofwel doen ze dat in cafeetjes voor 40 man. Ik voel dat aan. Moet ik dat niet gaan uitproberen? Wat ik moet in selecteren, dat is dat ik soms nogal een grote boom recht trekt voor een mopje van achter. En dan begin ik, dat mopje is dat niet waard. Hè. Ik gooi die boom eruit en dan gaat dat systematisch altijd beter vooruit. Maar ja, je moet toch beginnen met 2 keer 50 minuten.
je liet het al een paar keer vallen, heb je daar problemen mee? Dat er komieken zijn die eigenlijk niet alles zelf schrijven? En zo zijn er inderdaad nee, wel wat, hè? Nee. Van, ik acht mij gelukkig alleen dat ik in de sector van de artiesten zit en niet in de politiek. Politieken die zijn constant elkaar aan het kloten, zelfs al zijn de wereld aan het redden, zijn ze nog aan het saboteren, want anders met de volgende verkiezingen stemmen ze weer op die onnozelaar. Maar ja, wij kunnen gerust vriend zijn met iedereen. Ben ik goed bevriend met Geert Tosten, lach ik daar soms mee, hè? Waarschijnlijk met mij ook. Maar als ik ergens sta, ja, dan komen mijn collega's een dag ervoor of een dag erachter, of omgekeerd. Wij lopen niet in mekaars weg. Een leuke anekdote. Ja, we gaan dan misschien toch naar de politiek. Want ja, ik heb nu die stempel dat ik daar x aantal jaar geleden voor de N-VA gespeeld heb, maar dat past perfect in mijn kraam. Van, wat is er iets politiek niet correct? Nee, dat wil laat anderen maar in hun broek schijten. Ik ga daar naartoe. Toen dat ik liedjes maakte over pastoors en God en toestand. Allee, meestal raakte ik overal mee weg, want ja, dat is de buik van het volk, duwt u vooruit. Maar regelmatig kom ik ergens aan en dan komt er... Sorry, Urbanus, maar toen dat de pastoor wist dat het nu was, kregen we de zaal niet meer. Het is daar in een tent op dat patattenveld. Maar daar komt dan 3 keer meer volk in en dat was daar 3 keer plezanter. En met de komst van VTM was het ook not done om voor die mannen te gaan werken. Maar ik vond dat op dat moment de VRT zo nogal redelijk oudtijn begon te doen. Heel veel van die vastbenoemde gasten die daar zaten, die waren al lang niet meer mee. Wij wilden van alles doen. Zo'n grijs kaspoucherke, die verprutste dat dan. En maar je mocht nooit een jonge gast van buitenaf binnenhalen. Dat was puur protectionisme. Dus dat kwam en daarmee vond ik... Allee, en ik kende Mike en Guido, zeker Guido, die kende ik goed, hè, van programma's op de VRT. En ja, Guido had mij dan gevraagd, wilde jij een keer in klasgenoten? Dat was een van zijn eerste programma's. Maar ja, ik ben maar tot 15 jaar naar school geweest en al die anderen kon ik niet uitstaan. En ik had mijn eerste studiejaar, dan was dat allemaal de jonge gasten van mijn geboortedorp. Die kenden goed, hè, heb het altijd mee gespeeld. En hoe fantastisch dat wij daar ontvangen werden. Hè? Terwijl op de VRT, ik heb het over de VRT vroeger, ja, zijn er een lesje geleerd. Dat werd, als je daar duurde vriend of familie, je was 3 weken beschaamd hoe onbeleefd en arrogant dat die mensen behandeld werden door die bodes en zo. Ja, die dachten dat ze allemaal God de Vaders waren. Dus... Dat was voor mij was dat een statement. Maar ja, ik ben overgestapt naar VTM. Jacques Vermeer en Chris van den Durpel, die hebben daar een pak miljoenen voor gekregen. Ik ben overgestapt voor een jerrycanneken insecticide. Dat is een grapje uit die film van Borat. Ja, die komt van welk land kwam hem, zo gezegd? Was het Kazachstan? Of, ja, Kazachstan. Ja, en... Hij had zijn vrouw verkocht aan een ander voor een jerrycan insecticide. Hoe me too kan dat zijn? En ja, dat was op dat moment nog done. Maar ja, dus ik was fan van De Wever. Hè. Dat was zo'n dikke die plezant deed op de slimste mens. En ja, ik trad toen 4 keer op. Ja, na die 10 jaar stop ben ik direct naar het Sportpaleis gegaan. Ik heb 2 of 3 try-outs gedaan in Meissen, in een zaalje. Maar dat was toch ook al 500 mensen dat daar zat. Maar ze wisten dat ik try-out deed. Dus na 3 keer... Maar ik lag 10 jaar stil en ik ging dan een show doen van 3 uur. En daarmee dat ik altijd zeg, ik doe al mijn try-outs in het Sportpaleis. En de show Urbanus zelf, hè, mijn vorige show... Dat was eigenlijk ja, als basis mijn Sportpaleisshow. En daar heb ik daarna nog 3 jaar mee getoerd. En ik zeg altijd, ja, ik heb na die 4 dagen Sportpaleis en begin nog 3 jaar getoerd met die show voor alle mensen die een slechte plaats hadden. Ja, je moet alles een beetje altijd een shot geven. Maar ja, De Wever was in de coulissen, in de kleedkamer geweest met zijn kinderen en... Een beetje zitten babbelen, wat gitaar gespeeld met zijn kleine leerde gitaar. En dan gsm's uitgewisseld. Ik vond hier een sympathieke P. Maar dan ja, met die vorige verkiezingen die er gingen aankomen. Hij had mij gebeld. Ja, luister,
als je geen goesting hebt, geen enkel probleem. Maar wij op cultureel vlak is er geen ene, maar er geen ene die ook maar iets met ons wil te maken hebben. Zou jij daar kunnen een half uur komen optreden? Maar ja, je moet het niet. Oké, ik ga dat doen, gewoon wetende dat het nog dun was. Maar ja, nu zijn er al wat meer dan je toen. Ik heb daar toch weer al een barelijke afgebroken. En Sandra's moeten dan opnieuw gaan uitleggen, hè, wat dat je daar gaan doen zit. Allee, in ter zaken of zo. Ik zeg, ja, ik wou een selfie met Lisbeth Thomans. Dat ging anders niet. Maar echt, als het afgelopen was, vroeg ik aan de wever. Ik had dat afgesproken. Hè. Ik zeg, ja, wat ik niet wil, dat is dat ze daar allemaal mijn Vlaamse leeuwen rond mijn kop, dat gaan we constant achtervolgen. Hij zei, nee, ik ga 100% u verzekeren dat dat niet gebeurt, zolang dat je op dat podium staat. Van Lisbeth Thomans. Ik zeg, was die hier, Lisbeth Thomans? Maar allee, die op de eerste rij is zien zit niet naar een twalsiré van de jaren 70. Die had een of andere geel bloemetjes gekleed. Maar ja, ik vond dat een sympathieke mens. En ik ging die nu echt niet gaan ineens gaan laten stikken. Zou je het nog doen? Zou je het opnieuw doen? Mocht die bellen? Maar ik heb al een paar dingetjes ondertussen ook geweigerd. Misschien doe ik het wel eens opnieuw, maar ik was zojuist met die nieuwe show bezig en dan zijn ze toch nog wat onzeker. Ik zeg, ja, als ik hier nu nog een keer een hoop drets over mijn kop of sabotage, dan weet ik het niet. Als ik ben weer goed vertrokken, dan durf dat al wat meer. Maar zie nu terug. Geert Oste had mij gebeld. Hij zei, ja, Urbijnhuis is in 2000 zo een keer gestopt. Ik zou ook graag een keer het postje willen stoppen, maar ga ik kunnen opnieuw er beginnen? Hoe heb jij dat gedaan? Ik weet het niet goed of dat ik dat aan durf. En ik heb hem toen gezegd, maar Geert, als je nu vandaag in een zijt die Belgian Got Talent wint en hoort daar 3 weken niks van, dan blijft er ook niks van over. Zeg maar, jij zit al zoveel jaar in categorie A. Mocht je gerust die eerste jaren stoppen en als je dat terug oppikt, als de kreuners iedere keer als ze een nieuwe salon nodig hebben een comeback doen, dan moet dat bij hem toch ook kunnen. Hè? Ik zei, ja, je kunt dat gerust doen. Sandra stond er in de gazette. Geert had dat gewoon vermeld tussen een hele hoop andere dingen. Hè? De titel was Geert Oste stopt ermee met dank aan Urbanus. Ja, en ik had dat ge-sms'd naar de wever. Niet dat ik die vaak sms, maar dat komt me niet laat. Ik zeg, beste Bart, mijn grootste heldendaad, Geert Oste is gestopt dankzij mij. Hij zei, ik kreeg dan een sms terug. Ja, ik ben op vakantie in Tirol met mijn gezin. Maar ik snapte niet waarom al van 4 uur deze morgen al die koeien hier in die bergen ze met hun bellen aan het rammelen waren. Maar ik zie het hier nu ook in de gazet, Geert Oste is gestopt. Allee, ik hou van die zijn humor. Dat is de rebel in mij. Ik vind... Die is gebleven, duidelijk. Hè? Ja, die is gebleven. Ik zie het altijd zo. Stel, moeder Teresa en de paus komen op bezoek en Sandra's komt Dutroux en Orion op bezoek. En wat blijkt, de paus en moeder Teresa die hebben hier van alles meegepikt. En door jonge dingen ook, maar van die vinden dat toch veel erger. Dat is wat mij stoort, al die met het vingertje die het beter weten en dingen, die zijn ook niet helemaal zuiver op de graad. En ik heb het moeilijker om naar die mensen nu een goede raad te luisteren. Dan, ja. Los van politiek en ja, zo. Ja. Hoe... Ik begin er nu zelf over. Ja. ik heb niets gevraagd. Maar nee, los daarvan. Van Geert Oste naar dat grapje. Ja. Dan, ja. Nu, los daarvan, ik herinner mij mijn vader, die dus al overleden is, dat een plaat van u. Ik imiteerde jou samen met mijn vriendje op mijn 14e. En kinderen van u lezen uw strips, kennen u ook. Dus Urbanus is echt een... Ja, dat is bijna van mijn eigen generatie. Overdekt alle generaties. Ja. Wel ja, alle generaties, zolang dat ik zelf leef. Maar ja, de strips zijn wel, denk ik, een opstapje. Hè. En daar gaan ze op zoek. En daar staan er toch heel wat plezante filmpjes op het internet, die ik daar zelf nooit heb opgezet. Maar dat stoort mij niet. Maar dat moet toch iets doen met jou? Dat een kind van 8 jou apprecieert en
Ja, ja, mensen van 75, 80 ook. Ja, ja, ik zeg altijd, ik ben bekend van cassetteken tot Spotify. Ja, dat was waar, ja. En ja, in Holland denk ik dat ik de jonge gastjes kwijt ben. Want de strip, dat is niet alleen van ons, maar dat is daar totaal, bijna tot nul. Dat is totaal weggezakt. Dat is begonnen omdat de winkels, de boekenwinkels, allee, de krantenwinkels en boekenwinkels en grootwarenhuizen, die zijn, het kan al 15 jaar geleden zijn, hè, die zijn ineens de strip beginnen zien als een weekblad. Als dat na een week niet verkocht was, gaven ze dat terug. Maar het grote verschil is de iPhone en de dingen, hè, heel die nieuwe generatie, die is een hele dag zelf aan het tikken en aan het lezen. En als die is al de helft van hun dag bezig, ik ga een keer in een boekje lezen. Nee. Die zijn al gesatureerd met lezen. Hè. En strips en toestanden, plaatjes. Ja, vroeger stond dat bijna op nummer 1 qua amusement. Maar nu staat dat op nummer 37, geloof ik. Ja, heel hun computer zit vol met spelletjes en toestanden. Het is moeilijk om daarop te kunnen mee concurreren. Ah, wel ja, mijn strip De Vernepelingsjes, wij zijn daar moeten mee stoppen omdat niet genoeg verkocht en dan is dat verlieslatend. En Milke Mol mogen we nu nog 1 per jaar maken, dat ze er ook niks aan verdienen. Plankjes en plastronnen moeten stoppen. Dat is een raar fenomeen dat ik niet wist. Hè. Als je nu op je carrière terugkijkt, hè, wordt de carrière van... Wanneer ben je exact begonnen? In 73. Ja, dus en mijn eerste plaat in 74. Ja, dus... Bij Anus was 73 en dan heb ik Guido van Ellemont en Wim Bules en zo leren kennen, Jan de Wilde, en dan is mijn eerste plaat. Dus 45 jaar bezig. Ja. Wat zijn de hoogtepunten, kort gezegd? Ja, je eerste plaat, dat je op de radio hoort, dat begint te marcheren, je levensdroom. Dat is een hoogtepunt. Ook de film Hector is een hoogtepunt. Doorbreken in Nederland. Dat soort dingen. Hè. Maar dat, ja, wel, ja, je voelt dat moment. Maar ja, daarna ja, moeten er, het is allemaal werken, werken. En, ja, nu ben ik eigenlijk redelijk verzadigd met Cosmonauten. Of de Ronde van Frankrijk winnen. Daar zit ik niet op te wachten. Maar ik wil graag nog zo lang mogelijk, zolang dat gaat. Want ja, iedereen zegt dat, hè. Het gaat nog altijd gelijk vroeger, maar de recuperatietijd is groter. Hè. En ik moet mij wel goed concentreren. Want zie je, normaal gisteren, het was een fantastisch optreden. Ik speel super graag in de vooruit. Dat publiek, dat zijn veel studenten, veel jonge mensen. En dat is zo tak, tak, at rem. Dat geeft mij courage. Dan weet ik, zie ik, godverdomme, dat zijn wel goede grappen. Als je dan soms in een gat zit, wat dat ze helemaal lachen. En die een boer viel in die een beerput. Ah, maar zoiets dat wat subtieler is, dan zijn ze niet mee. Ja, het was... ik wil ik dat nog graag zo lang mogelijk voortdoen. Maar ik heb iets over mijn kop getrokken. Ik denk dat er nu een stuk of 7 nummers in zitten en toch wel redelijk moeilijk en vaak ernstige liedjes. Er zit een zot ook in, en als ik mij vergis in een zot lied, is dat niks. Maar als ik dan... Ik heb zo De Mantelzorger, dat is eigenlijk een supergevoelig liedje. Dat gaat over mijn moeder die aan dement gestorven is en zo. Dus ik beeld mij in als uw hersens beginnen dicht te slippen. En ja, dat is een beetje belachelijk als je daarin vergist. Hè. Als je, de mensen doen lachen, dat is gemakkelijk. Maar de mensen ontroeren, ja, dan maakt je rap belachelijk, hè, als het niet juist is. Dus daar moet ik wel op letten. Maar zie, ik zit nu al zo lang in het vak. Mijn gitaar, die had een deuk gekregen. En dan doet die naar een gitaarbouwer. Ik ga dat voor u repareren. En ja, het was. Maar nu had hij daar zonder mij iets te zeggen andere snaren opgezet, maar veel dikkere snaren. Maar ik wist dat niet. Maar ja, soms gaan uw vingers al zo goed niet meer mee. En maar ik dacht dat aan mijn spel lag. Heb ik godverdomme 90 optredens achter de rug gesukkeld. En mijn technieker zei, ja, je moet een keer uw batterij van uw element in de gitaar is spijzig verplat. We gaan ons niet riskeren dat in het midden van een optreden... Want ja, je moet die snaren er dan afhalen om daaraan te... Ik had dat hier thuis gedaan en ik had er snaren opgestoken die ik had. Maar dunner. En in één keer kon ik al die akkoordjes pakken, gelijk niks. Ik zei, godverdomme.
Kijk, allee, die mens zal gedaan toen, oh, dat klinkt toch wel wat beter, warmer. Hè, die zal, maar die zal natuurlijk niet geweten hebben dat dat voor mij toch wel moeite kost. En nu staan er dunners naar op die veel soepeler zijn. En nu kan ik die akkoorden veel makkelijker pakken. Zeg, god, mijn jaar. Nee, wat is dat? Maar dus, zolang soepel spelen kan, soepel denken, soepel ideeën kweken, dan blijf je voortdoen. Dat blijft komen. Ik denk, na deze show, ja, heb ik goesting om weer een keer... Alleen, ik maak altijd wel nieuwe grappen. Dat doe ik niet graag, grappen van een plaat vertellen. Ja. Dat doen ze. Soms vragen ze dat, hè. Vertel doet die sketch. Ja, eigenlijk is dat een nummer op zich. Maar humor waarvan dat je de pointe weet, dat gaat niet. Hè. Daarmee dat ik supergevoelig ben. Ik heb ook visuele grappen. Allemaal zit alles te filmen. Als dat voor hun thuis is, kan het me niet schelen. Maar als ze dat op YouTube gooien, ja, dan ben ik die grap weer kwijt. Hè. Dan, soms zit ik een boom recht te trekken om daarop uit te komen, maar als allemaal het gezien heeft, dat is tegenwoordig wel erg. Ja, ander komieken die daarmee pils kunnen willen, die zijn niet zoveel kwijt, die zijn juist dat grapje kwijt. Als er al eens een grap in zit, want bij mij moet er om de zoveel seconden iets komen, maar ik zie toch veel van die stand-uppers wat je lang moet wachten voordat er een keer iets komt. Maar dat is blijkbaar geen must meer, hè. Die komen een statement doen. Niet meer de grappen die jij altijd hebt gedaan, hebt willen ja, doen. Ik wil dat er daarom de zoveel seconden toch van een kleine gichel naar een bulderlach, maar ze gewoon luisteren naar wat ik kon vertellen, dat ze dan maar naar een andere gaan. Maar dus Urbanus, dat is nog voer voor veel jaren plezier voor ons. Ja, ja, zolang dat geheugen blijft marcheren. Allee, ja, als ik zo op internet zo zie je zo volledige shows van de jaren 80, dan loop ik daar over dat podium. Nu heb ik zo mijn valiesje met sleutelwoordjes. Niet dat ik heb geen... Want ja, Goebbels heeft dat ook, zei, dat is een prompter waar alles passeert. Maar ja, heb jij toch geen tijd om heel die zinnen af te lezen? Dan kun je niet eens naar het publiek kijken. Dus ik heb daar wel zo'n schema. Gewoon dan hoef ik het schema van het optreden, sketch leaken, sketch leaken, sketch leaken. Dan... Anders weet ik niet meer, godverdomme, wat was nu het derde liedje dat ik moest zingen? Nu weet ik dat ik alleen de sketch moet onthouden, het liedje. Daar staat ook op waar dan mijn kapodaster moest staan. En gewoon een sleutelwoordje. Als daar staat Prins Laurent, dan ben ik vertrokken voor 5 minuten grappen over Prins Laurent. Allee, dat is een fan van mij. Hè. Nee, ik lach die he, mens absoluut. Niet uit, hè, waar dat hij bij betrokken is. En ja, als ik daar dan sta, zie staan... ja, kleuterschool, dingen, dan weet ik genoeg en dan kun je dat vertellen, gelijk een mop die ik al 100 keer verteld heb. Maar ik heb die sleutelwoordjes wel nodig, dan ben ik meer op mijn gemak. Iedere keer, oei, wat was nu? Een blik en dan ben ik weer vertrokken. Ja, maar ik zeg, als ik iets vergeet, zeg ik dat staat hierop. Allee, ik zeg dan, ja, ik heb hier een laptop, ik ben hier eigenlijk ondertussen een voetbalmatch aan het volgen, want terwijl ik optreed met dat, ik verveel mij ondertussen. Je moet altijd van je zwakheden een mop maken. Maar dus, het is nog ver van voorbij. Ja, het is... we gaan zien, hè. De dag dat de mensen met mij compassie beginnen krijgen, dan ga ik toch stoppen. Zo. Ik heb dat nu nog altijd... Zo, Toon Hermans op het einde, zo, ja, het was nooit een agressieve. Hè? Nee, het was al, nee. Maar op het einde was het altijd de bijtjes en de vogeltjes en zijn vrouwken. Ik heb mij voorgenomen, de dag dat er iemand tegen mij zegt dat ik milder geworden ben, krijgt hij een stamp tegen zijn mild. Daar let ik op dat ik niet te braaf word. Holland verovert ons ook, denk ik. Mag ik u danken nu al voor 45 jaar Urbanus zijn? Ja, dank u wel. 4. Terecht, dank u wel. Ja. En nog veel, heel veel optreden, plezier, ja. Ideeën, grappen. Ik ga, ik heb er nu al een stuk of 90 achter de rug, maar ik heb er nu nog 30 te gaan. Maar dat is wel verspreid over een half jaar. Het zijn zo allemaal plaatsen waar geen extra dag te vinden was op dat moment, wegens bezet of dingen. En ik zeg, ja, als ik een show maak, dan wil ik die wel maximaal... verzilveren, niet zozeer in geld, maar dat iedereen hem kan zien. Ja.
Ik heb liever dat hem gerokken wordt. He, want zo wat Alex doet, ja, die treedt een paar keer op en dan zet hem dat in alle cinemas. Maar ja, het was omdat hij in Duitsland ging gaan spelen. Nee, nu ga ik met die show naar Holland en dan zie je wat daar nog te rapen valt. Veel succes. Dank u. De Mens Achter de Lach is een initiatief van livecomedy.be met Peter de Kroebelen.